Oké, jongens, jullie merken de afgelopen dagen dat Char weer heel snel wordt geblokkeerd. Nou, daar zit een groepje achter. Jullie weten dat ik destijds mot had met Denise en Gita. Nou ja, Gita die mag van mij nog steeds voor mijn neus. Je weet wel wat ze mag doen. Met het gevalletje Denise, dat is klaar. Denise praat niet meer over mij. Ik praat dan ook niet meer over haar. Ik heb gezegd dat ze goed bezig is en dat ik daar alleen maar respect voor kan hebben. Kunnen bepaalde mensen blijkbaar niet handelen. Maar goed, bedenk je even dat de mensen... jullie weten dat ik destijds 4 uur op het bureau heb gezeten. En nog een aantal keren, ik heb totaal 3 keer op het bureau gezeten... om aangifte te doen tegen 2 dames. Waaronder die in Rotterdam en die andere in Almelo, die poepvlek. Degene die mij destijds dus voor de aangifte de screenshots gaven... waren Sonja en Bianca. Nou heb ik natuurlijk in december ruzie gekregen met Sonja... omdat Sonja bepaalde uitspraken had gedaan tegenover Henry. Ook een goede vriend van mij... Wat bij mij niet door de beugel kon. Iemand die hard werkt, alles op een rijtje hebt... daar ga je niet tegen zeggen dat hij psychische hulp nodig heeft... een schop onder zijn reet nodig heeft... en dat hij op de dame in Rotterdam lijkt. Toen is Char heel hard geweest. Char heeft de mond opengetrokken en heeft toen tegen Sonja gezegd... als er dan iemand op magneet lekt... dan moet je misschien even de spiegel naar jezelf draaien. Hè? Zit ook de hele dag op TikTok. Werk niet. Laat ook de honden niet uit. Enzovoort, enzovoort. Ik kan verder gaan, maar ik zal het besparen. Nou krijg ik dus van de week, vorige week donderdag, een telefoontje. Van meneer de politieagent, of nee, mevrouw de politieagent. Dat mijn vriendin waar ik 4 jaar mee om ben gegaan, hè. Uiteindelijk is dat nooit een vriendin geweest. Dat deze dame een melding heeft gemaakt bij de politie. Een melding heeft gemaakt dat ik in mijn live heb gezegd dat zij snuift. Dat ik het over haar kinderen heb. En weet ik veel wat allemaal. Nou, dus waren in ieder geval dingen wat niet waar was. Er werd ook gezegd dat Sonja van TikTok af was. Dat was ook niet waar, want iedereen ging toen gelijk kijken toen ik live was. En iedereen zei, nou dat is bullshit, want ze heeft nog steeds TikTok. Nu waarschijnlijk niet meer. Maar ik vind het zo fucking smerig van deze 2 dames. Ondertussen zitten er nog 2 bij. Hè? Ik zal jullie nog even besparen. Maar eerst mij elke dag, elke ochtend screenshots sturen van wat ze wel niet gepost hebben, die 2 dames. Dropboxen vol zetten. Hoeveel screenshots had je ook alweer, Sonja? 10.000 toch, zat je op te scheppen op het politiebureau. Ze heeft zelfs screenshots en video's van 2019 van mij. Wat ik destijds, en mijn vriend ook al... heel apart en heel vreemd vond. Want waarvoor zou jij dat van mij moeten hebben in je telefoon, toch? Maar goed, niet alleen van mij, hè? Niet alleen van mij, laat ik het daarop houden. Dus lieve schat, als ze iemand zouden moeten checken bij de politie, of weet ik veel wat, dan denk ik toch echt dat ze bij mevrouw S moeten gaan kijken, bij mevrouwtje B. Want als eentje van de telefoons... Oh nee, hoeveel telefoons hadden jullie nou? 6 toch? Oh ja, 6 waren. Dat liet je toen ook over op te scheppen. 6 stuks. En meer dan 10.000 screenshots en bla 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 bla. Ja, we gaan ze pakken. En dan nu... in de reet van die ene kruipen... die poepvlek in Almelo. Snappen jullie het nog? En ik kwam er inderdaad achter dat nu... hoorde ik van mensen... dat wel je hoofdaccounts allemaal weg zijn. Kan je vertellen, mensen... Deze dame is TikTok verslaafd, zit 24/7 met haar telefoon in de handen. Want zelfs 's nachts, als magneet live ging of iemand, hadden deze dames de meldingen aanstaan. Zodat ze alsnog 's nachts ook die live konden screenen. En uiteindelijk naar mij door kunnen sturen. Ja, hey. Maar ik ben de boeman in dit verhaal. Omdat ik zeg hoe het zit. Kut is dat, hè? Want Char houdt de mond niet dicht en dan kan je me blokken. Ik kan ook video's maken. Ik heb nog een aantal accountjes hier op TikTok waar ik toch niks meer mee doe. Zal ik deze video even plaatsen? Dan weet iedereen gelijk hoe vies jullie zijn. Eerst YouTube-kanalen hebben. Hè? Expose-kanalen. Over die 2. En over Linda en weet ik voor wat. Vervolgens expose-kanalen op TikTok. YouTube, weet ik voor wat je allemaal had. En dan nu in de kont kruipen van die mensen en gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Hé, wauw, echt serieus. Luister, met dit soort mensen... Kijk, ik kan heus wel eens een keer ruzie hebben en het goed maken met iemand.
Ja, wat er nu is gebeurd, dat zal nooit, nooit meer goed komen. Mensen die zo vies zijn zoals deze? Nee. De brandstapel ermee, zou ik zeggen.